Kijkers Botlek TV, een hele goede middag of avond, afhankelijk wanneer u kijkt. We staan hier in de Spuistraat in Spijkenisse. En aan de andere kant heb je de Voorstraat. En de Voorstraat, daar heeft Max ooit gelopen. In 1942 liep de hond, de herdershond van de familie Levy, liep daar rond. Lekker los. Overal bij de winkeliers plak je worst halen, aai over zijn bolletje enzovoort enzovoort. En ook door deze havenslop. Anders als dat hij er nu uitziet, met aan de achterkant de oude haven. En Max was een gewilde hond. Geen halsband, geen hondenpenning. Er werd ook geen hondenbelasting betaald, maar daar hebben we het nou eventjes niet over. En Max was een hond waar iedereen van hield. En dat is precies wat er nu weer moet gaan gebeuren. Iedereen moet van Max houden. En Max houdt eigenlijk van iedereen. Een grote, bronzen hond, levensgroot, in de Voorstraat, voor de oude slagerij, op nummer 14A. Ja, en achter mij hoort u nog geroezemoes. Er is al gefilmd, we hebben al het een en ander gezien. En het was zo ontzettend gezellig. Met dank aan Melanie, Melanie Bolt, hier van Murray's. Haar man, haar kinderen, die Tieneke, onze beeldhouwer, de beeldhouwer van Max, uitgeleide heeft gedaan. Want Max gaat naar de bronschieterij. En als het niet te veel tegen zit, dan staat Max, of ligt beter gezegd, Max op 28 oktober. In de middag aan de Voorstraat, nummer 14, Anton. Maar voordat het zover is, er is nog steeds geld nodig. Het is een zoektocht, werkelijk waar. En er zijn al heel veel mensen die leuke acties hebben gedaan. Spaarpotjes hebben ingeleverd, flesjes hebben ingeleverd en dat geld hebben overgemaakt. Ondernemers die een leuk bedrag hebben gegeven. De winkeliersvereniging die een leuk bedrag heeft gegeven. Ja, wat dat betreft druppelt het op een goede manier druppelt er binnen. Maar, u weet het, een hoop ellende in de wereld. En dan gaat de gasprijs omhoog. En ook nog eens een keer edelmetaal, en dat is brons, wordt verviervijfvoudigd. Dus we komen gewoon geld tekort. Geen zielig verhaal, het is gewoon nou zo. En we hopen dat u misschien, dat u denkt van nou, ik heb 5 euro over, ik heb 10 euro over. Maak het dan alsjeblieft over. En dat geld kunt u overmaken op het bankgironummer wat op de website staat. Kijk eventjes www.maakmaxmogelijk.nl. En er is zo ontzettend veel te vertellen over wat er allemaal staat te gebeuren. Omroep Max komt naar Spijkenisse met Jan Slachter, directeur zelf. En er worden opnames gemaakt. Wat dat betreft Spijkenisse en Max tot in Israël zelfs bekend. Want journalisten zijn uit Israël hier naartoe gekomen en hebben een blog gemaakt. En ja, Max zorgt ervoor dat Spijkenisse in beeld komt. Maar vooral het verhaal. Het verhaal van de familie Levy en de 45 andere van het eiland gedeporteerde mensen. Dat moeten we niet vergeten. Totaal 107.000 mensen, Joodse mensen, Sinti's, Roma's, mensen met een andere geaardheid, die werden vernietigd. Vernietigd omdat ze er niet bij horen. Idioot, maar het is zo. En nu gebeurt het weer. Het oosten van Europa. En laten we er met elkaar voor zorgen dat als we Max hebben, dat we Max koesteren, dat we Max houden, dat we ons ook daarna gaan gedragen. Dat we van elkaar gaan houden. Want als je van een bronzen Max kan houden, kan je ook van elkaar houden. Hans Gardinier, een vader van een bekende stepper, een New York stepper, Engeland stepper. En zelf keramist, hè? Iemand die van kunst houdt. Dus een beeld van Max, dat moet tot de verbeelding spreken bij jou. En waarom zit je hier eigenlijk? Is het alleen om te drinken of om ook Max te steunen? Nou, het is en-en. Dus en ik kom voor de hond, waar ik al regelmatig ben komen kijken bij Tieneke. En af en toe dan hoort dat een drankje bij. Ja, en het mooie is dat als je vandaag hoe meer je drinkt, hoe meer geld er komt voor Max, hè? Ja, ja. Inderdaad. Dan spek ik ook Max. Ja. En dat, ja, ik vind het wel prachtig als jullie dat eindresultaat gaan halen. Wat jullie in gedachten hebben. Ja, je hebt Max gezien. Hoe ziet hij eruit? Prachtig.
ja, een diepe bewondering voor Tineke. Dat ze die hond geweldig heeft in elkaar gezet. Ja, het is prachtig. Ja. Nou, we gaan de complimenten overbrengen. Dankjewel. Naast mij de secretaris van Maak Max Mogelijk, Gerda Roos. Gerda, je hebt Max gezien. Ben je er tevreden over? Nou, ik vind hem fantastisch. Hij is echt supermooi. Als je het begin zag van hoe die eigenlijk was, hè, hoe die ik noem het even piepschuim, maar het heet anders. Was dat echt even de vraag, hoe gaat het worden? Maar als je ziet hoe het geworden is, vind ik het echt helemaal fantastisch. Jij bent geraakt door het verhaal van de familie Levy. Ja. Je bent eigenlijk Vlaardingse. Ja. Je hebt niets met spijkenissen, maar inmiddels zit je hier ook gezellig. Ja. Maar bij jou om de hoek in Vlaardingen is een Joodse begraafplaats. Dat klopt. Heeft dat er iets mee te maken? Nou, niet direct. In die zin, ik heb vrienden en een vriendin die wel ook Joods is. Dus dat vind ik wel heel mooi om te horen, heel boeiend om te horen hoe haar familie in elkaar steekt. Nou, voor de rest heb ik niet zo mee te maken gehad. Het was meer dat jouw enthousiasme over het project Max heeft wel gemaakt. Ik dacht van, nou, hier wil ik een rol in spelen. Nou, ik hoop dat ik u ook enthousiast maak, met name om te doneren. Want ja, we houden er al een bestuurslid aan over. Hé, hey, gauw naar Vlaardingen. Ja. Tot ziens. Oké. Dag Gerda. Ja, deze man kent u al. Is al vaker in beeld geweest als het gaat om Max. Bernard Collins. Bernard, jij hebt Max al geholpen, hè, met de realisatie. Een prachtig bedrag vanuit het Goed Doel tennistoernooi. Klopt. En nu heb je Max gezien, net voordat hij naar de bronschieterij gaat. Ja. Ben je er tevreden over? Ik vind hem heel erg mooi. Ik vind hem heel erg geslaagd. Complimenten voor Tineke. Ja, heel erg mooi. Ja, en je ziet het dan helemaal gebeuren dat Max dadelijk op die voorstraat ligt. Kom je dan kijken? Ik kom zeker kijken, ja. En ik neem af en toe ook nog mensen mee om te laten zien. Ja. En als Bernard komt kijken, dan komt u natuurlijk kijken. Is niet de Max, is wel de Bernard. Hè? Ja, zo is het. Oké, goed. Op elkaar, dankjewel. Naast mij, bekende spijkenisser, een BS'er... Richard de Bijl, je hebt een gezond kleurtje. Je bent volgens mij net op vakantie geweest. En binnenkort misschien wel heel lang op vakantie. Want jij hebt je school overgedaan aan een andere top judoka. Maar hier ben je in ieder geval ook eventjes voor Max, hè? Ja, ik ben hier gekomen voor Max. Want Sita die had een uitnodiging gekregen. Ze zegt, ga even mee. En we hadden natuurlijk in de loop van de tijd hebben we het gevolgd. Eigenlijk wat Tineke eigenlijk aan het maken was. En het is ongelooflijk wat ze er eigenlijk van gemaakt heeft. En het verhaal zelf is natuurlijk absoluut al abnormaal natuurlijk. Maar het is ook nog eens echt gebeurd. Dus dat is helemaal ongelooflijk. En daarom zijn we hier. Maar ik heb ook een hele leuke vakantie gehad. Ik heb lekker in Frankrijk gezeten. Belangrijk. Ja, het was even lekker om uit te rusten. En eigenlijk om het gevoel te krijgen wat je zegt. Per 1 januari hebben wij onze sportschool, ons bedrijf verkocht. En dan gaan we niet helemaal stoppen. Want de judosport en de jiu-jitsu en de aikido die blijven doorgaan. En later in een volgend stadium in de Maaswijk in een nieuwe locatie. Maar voorlopig nog in de oude locatie blijven we dan doordraaien met die 3 sporten. Dus daar blijf ik nog lekker mee bezig. En Max, daar wil ik nog even op terugkomen. Ja. Heb je Max gezien? We waren hier een van de eerste, denk ik, vanmiddag. En ik heb het beeld gezien. En ik heb van Karel gehoord, de man van Tineke, van wat er allemaal nog te gebeuren staat om uiteindelijk Max in het brons te krijgen. Dat is nog een heel karwei. Maar in ieder geval, dat gaat allemaal lukken, denk ik. Want zoals Karel het uitlegde, was het heel begrijpelijk. En ik denk dat als het dadelijk een plek mag krijgen in Spijkenisse, ter nagedachtenis aan die familie Levy. Nou, dan denk ik dat wij als spijkenissen en wij als mensen daar toch wel een goede bijdrage leveren aan een nagedachtenis. Waarvan we vinden dat dat eigenlijk nooit meer zou moeten gebeuren. Inderdaad. Nou, en wie weet, je bent een beroemde spijkenisser. Ooit een borstbeeld voor jou. Maar laat het nog heel lang duren voordat we daar geld voor gaan inzamelen. Ja, blijf voorlopig maar lekker rondlopen. Ja, ik ga niet. Ik wil een standbeeld. Nee, helemaal niet nodig. Een van de dingen in de judosport is bescheidenheid. Oké. Nou, bescheidenheid zie je te mens. Dankjewel. Iedereen loopt hier langs. Het is gewoon super gezellig bij Murray's. En naast mij Nicolien Lancé. En als ik nou kijk naar al die mooie versierselen, volgens mij doe jij iets in sieraden, is het niet? Nee, ik ben van keramiek. Keramiek? Ik stond bij Tineke in het atelier. Wij zijn samen in de Nitsewaard ateliers gestaan, vele jaren. Dus ik ben keramiste, de keramiste van Spijkenissen. En ik kom juist
om Tineke de werk te aanschouwen die nu voltooid is. En ik mag zeggen dat ik zeer trots op te ben. En het is super mooi geworden. Ik ben echt heel erg blij dat het zo gelukt is. Nou, dat is zeker. Hè? Dat kunnen de mensen ook zelf zien. Max is goed in beeld gebracht. Ja, en zonder namen te noemen. Terwijl jij heel enthousiast het verhaal van Max aan het vertellen was, kwam er een mevrouw en die zei van, ik heb Max zelf rond zien lopen. Is dat niet? Het is zo. Ik werk in een zorgcentrum en daar woont een mevrouw die al op leeftijd is. En toen zei ze, toen vertelde ik het verhaal van Tineke. Want ze vroegen mij, wat ga je doen van het weekend? Ik zeg, ik ga even naar mijn vriendin en ik ga kijken naar haar hond Max. En toen vertelde ik het verhaal van de familie Levy van de Voorstraat. En toen zei ze, ja meisje, maar dat weet ik. Want ik heb daarnaast gewoond, een paar huizen verder. En zij vertelde dat het mij, de dochter van de familie, dat het haar vriendinnetje was. En dat die toen weggevoerd is eigenlijk. En toen dacht ik, goh, hoe bijzonder is dat? Dat eigenlijk een cirkel zo rond kan worden. Dat het verhaal door haar nog verteld kon worden. En toen dacht ik, als ik hier ben, dan vertel ik dat tegen Tineke en Karel. En nu ook tegen jou. Nou, ik zou zeggen, nodig die mevrouw uit voor 28 oktober. Ik ga dat zeker proberen. Misschien kan zij wel het verhaal van Ellie, want daar gaat het om. Ja, het meisje van 10 kan ze aan iedereen vertellen. Ik denk dat zij toen ook ongeveer die leeftijd was, want ze speelden altijd samen. Ze zeggen opeens was ze er niet meer. En ja, dan voel je toch wel even dat je denkt van, goh, hoe bijzonder is dat, dat ik dat mag horen. En inderdaad dat zij dat misschien mag vertellen. Ja. Hoeveel kinderen zullen diezelfde zin niet hebben uitgesproken? Ja. Opeens was ze er niet meer. Nee. Dat raakt me. Ja, dat raakt mij ook. En omdat ik in de zorg werk en nog wat, ook wat aardig wat oudere mensen heb, hoor je nog wel eens de verhalen wat de oorlog teweeg heeft gebracht. En wat het nog steeds teweeg brengt, ook als je ouder wordt. Dat je denkt van, het heeft zoveel invloed op je. Nou, het wordt hier een ontzettende pandemie, een hoop herrie, gezelligheid. We gaan afsluiten, denk ik. Dit was Botlek TV. Ik wens u een hele fijne dag en een goede donatie.